Nee. Wacht even. Nu alweer een nieuwe video. De vorige video was 3 dagen geleden online gekomen en nu alweer een nieuwe video. Ja, zo simpel is het, mensen. Daar is hij weer, Milo, de enige echte grote meestervoorspeller. Applaus. Ja. Nee joh, het is gewoon een beetje een hobby voor me. Ja. En vandaag zijn we er weer met de Premier League. En de Premier League is voor mij een beetje de competitie. Ik ben een Nederlander, de Eredivisie is wel een beetje mijn competitie. Maar toch, de Premier League kijk ik veel meer van. Ik vind de Premier League gewoon een topcompetitie. Gewoon lachen. Elke wedstrijd daar is bijzonder. En er zijn vast mensen van jullie die de Premier League helemaal kut vinden. Maar daar heb ik schijt aan. Als je weg wil klikken, klik lekker weg. Maar als je de Premier League leuk vindt, ben je aan het juiste adres. Ik ga vandaag namelijk de top 20 voorspellen. 20 clubs in de Premier League. Ik zal bij elke club een beetje uitleg geven, zodat jullie mijn redenatie snappen. En jullie ongeveer begrijpen waar ik vandaan kom in dit verhaal. Dus ja, doe even lekker een duimpje omhoog. Ga even abonneren. Doe even dat belletje indrukken. Dat belletje zie je hier verschijnen. Dat belletje is hartstikke lekker. Moet je gewoon meepakken. Ik geef jullie even de tijd om het belletje in te klikken. Ik neem er even een slokje. Allemaal ingeklikt inmiddels, neem ik aan. Dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met nummer 20. En op nummer 20 hebben we eigenlijk een ploeg waarvan ik zeker weet dat ze onderaan gaan eindigen. Het is gewoon een kutteam. Ze hebben weinig transfers gedaan. Ze zijn net gepromoveerd. Het is Cardiff City. En ja, Cardiff hebben al 2-0 verloren van Bournemouth dit seizoen. Het is gewoon geen goede club. Er zijn 3 clubs gepromoveerd, daarom was ze zeiden 1. En ze hebben vergeleken met die andere 2 zo ongelooflijk weinig geld uitgegeven. Ze hebben geen nieuwe spelers gehaald. Ze zijn gewoon vrij slecht. En daar doe je niks aan, maar Cardiff gaat gewoon 20ste eindigen. Dan de nummer 19 en 18. De 2 ploegen die wel gaan degraderen. Geen laatste worden, maar daar toch lekker uitvliegen. Het zijn 2 teams die vorig jaar allebei net niet gedegradeerd zijn. Het zijn de teams Huddersfield en Southampton. En Huddersfield, 3-0 verloren van Chelsea. Zegt niet veel, Chelsea topteam. Topteam. Ik heb verder niet echt een voorkeur voor Chelsea. Huddersfield, 2 Nederlanders. Kongolo en Bakuna. Maar gewoon een slecht team, joh. Die zijn gewoon niet goed. Die zijn gewoon niet goed, Huddersfield. En Southampton. Vorig jaar net niet gedegradeerd. 5 wedstrijden voor het einde, volgens mij stonden ze 18e. Hebben ze op het laatste moment nog Swansea ingehaald. Ze stonden 5 punten achter en nog 5 wedstrijden voor het einde of zo. Nu hebben ze Tadic verkocht, natuurlijk wereldspeler. Ze hebben Boefal verkocht. Ze hebben dan die El Younoussi voor teruggehaald. Weet je, het is gewoon geen goed team. Southampton. 18e. Dan gaan we snel door. Nummer 17. Nummer 17, een leuk team op zich. Alleen niet zo goed. Ja, dat is toch jammer, hè? Op nummer 17 hebben we de volgende club. We hebben Newcastle. En Newcastle is gewoon een raar team. Ze hebben op zich wel een paar leuke spelertjes. Ze hebben ook al veel verkocht, trouwens. Ze hebben Mitrovic verkocht, hun spits. Daarvoor hebben ze nu Rondon teruggehaald. Die ook niet heel slecht is, trouwens. Ze hebben 2-1 verloren van Spurs. Dat kan prima. Een goaltje van Joselu. Joselu, waarom blijft hij telkens terugkomen? Joselu scoort, kijk, hij is dan wel slecht, maar af en toe scoort hij van tot als een doelpuntje. Oké, Joselu. Ik vind een team met Joselu moet eigenlijk sowieso degraderen, maar goed, dat ben ik dan. En Newcastle vorig jaar 10e, dat is eigenlijk bizar goed voor Newcastle 10e. Maar goed, ze hebben wel wat ingeleverd, ook Mbemba is weg bijvoorbeeld, Gale is weg. Ze zijn er gewoon een stuk op achteruit gegaan en dat in combinatie met veel andere ploegen die heel erg hebben versterkt, wordt Newcastle helaas 17e. En dan de nummer 16 en 15, 2 teams waar ik helemaal niks mee heb. 2 teams die niet goed zijn, ook niet heel erg slecht, maar gewoon 15e en 16e worden. Op 16 hebben we Brighton en Hove Albion. En op 15 hebben we Bournemouth. En als we beginnen met Brighton op plek 16, hebben we 2-0 verloren van Watford. Watford, goed team, maar ook niet heel bijzonder. Dus 2-0 verliezen van Watford zegt wel iets. Ze hebben wel een paar leuke aankopen gedaan. Ze hebben Jahan Baks gehaald natuurlijk, topscorer van de Eredivisie. En Montoya, die rechtsback van Sevilla, zoiets. Maar toch, vorig jaar 15e, ik denk dat ze 1 plekje zakken, 16e. Maar ze blijven er wel gewoon weer in, dus ik denk dat ze daar helemaal niet zo heel ontevreden mee zouden zijn. En dan plek 15, Bournemouth, vorig jaar 12e, ook weer iets naar beneden. Hebben eigenlijk helemaal gereed gedaan. Hebben geen transfers gehaald die echt lekker waren. Geen spelers verkocht die echt goed waren. 2-0 gewonnen van Cardiff. Mag ook wel, want Cardiff, zoals ik al zei, kan er gereed van. Dit zijn 2 van die teams, Bournemouth en Brighton. Die zijn eigenlijk wel net iets te goed om eruit te gaan, maar ook niet meer dan dat. Dus ja, 15, 16 vind ik mooie plekken voor ze. En nu komen we aan plek 14. Een van de meest leuke, interessante, bijzondere ploegen van dit seizoen. Het is een ploeg die gepromoveerd is en zo ongelooflijk veel geld heeft uitgegeven. We hebben het hier over Fulham. En Fulham, ik pak even mijn telefoon erbij. Ik heb hem nu voor me. Gaan we eens even kijken. Ze hebben uitgegeven 110 miljoen aan de volgende spelers. Seri, die gast van Nice, die echt bizar goed is. Mitrovic van Newcastle. Schürrle van Dortmund. Schürrle naar Fulham. Oké. Vietto van Atletico Madrid. Vietto, bijzonder goed speler. Callum Chambers van Arsenal gehaald, heel verstandig. Sergi Rico, keeper van Valencia. Of Sevilla? Valencia, Sevilla, weet ik veel. Als je die namen hoort, denk je zeker een top 10 ploeg. Fulham, bizarre club. Alleen ja, wel weer, ook alweer 2-0 verloren van Crystal Palace. Maar goed, dit is een beetje zo met dit soort ploegen. Die kopen dan ongelooflijk veel spelers. En dat heeft gewoon een beetje tijd nodig, joh. Die spelers kennen elkaar niet, moeten aan elkaar wennen. Nieuw systeem, nieuwe competitie, moeten een beetje wennen. En ik denk dat na een paar maanden er wel een paar uitslagen gaan binnenkomen die lekker zijn. In het begin zullen ze nog wat punten gaan verliezen.
Dus ik denk Fulham 14e. Die kunnen ook zomaar 11e, 10e, 9e eindigen. Maar goed, ik wil niet te hoog inzetten. Ik denk Fulham 14e. En als we dan toch bezig zijn, de volgende club ook weer gepromoveerd. We hebben het hier over Wolves, Wolverhampton Wanderers. En vorig jaar in de Championship, dat is de Jupiler League van Engeland, was Wolves zo ongelooflijk verreweg het beste team. Die waren volgens mij na 10 wedstrijden al kampioen. Die zijn zo ongelooflijk goed vorig jaar geweest. En ook dit jaar weer. Ze hebben ook een paar transfers gedaan. Het is niet normaal. Het is gewoon niet normaal. Ze hebben die João Moutinho gehaald van Monaco. João Moutinho, hele goede speler. Ze hebben Rui Patricio gehaald, keeper van Sporting Lissabon. Hele goede keeper, eerste keeper van Portugal. Ze hebben Raul Jiménez gehaald, die Mexicaanse spits van Benfica. En voor mij eigenlijk het belangrijkste, ze hebben Ruben Neves behouden. Ruben Neves was vorig jaar verreweg de beste speler van de Championship. En die gozer is zo bizar. Niet te filmen. Je houdt het niet voor mogelijk. Goed. Die gozer was bizar. Ze hebben dit weekend gespeeld tegen Everton. Everton, ongelooflijk goed team. Daar speelden ze 2-2 tegen. Ruben Neves, een goal en een assist. En dit was eigenlijk gewoon de leukste pot van het weekend. Wolves tegen Everton. Wolverhampton Wanderers, heel goed team. Had ik eigenlijk misschien nog wel hoger moeten zetten. Ik heb ze nu op 13e staan. Prima voor het eerste seizoen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Fulham. Het zijn twee van die teams die promoveren. Hebben heel veel ambities. Gooien daar geld tegenaan. Zijn goed. En ik ben gewoon vooral heel erg benieuwd naar Wolves. Het is een goed team. Leuk team. Nog wel een beetje nieuw en een beetje onwennig. Maar goed, we gaan het zien. 13e. Dan plek 12 en plek 11 meteen. We doen er meteen twee. Kijk, zo kan ook alweer. Ik ga er lekker snel doorheen. Twee teams waarover je veel kan zeggen. We beginnen met nummer 12. En op nummer 12 heb ik staan Burnley. En Burnley, dames en heren, hou je even vast, werd vorig jaar 7e. 7e voor Burnley. Burnley eindigde boven Everton, boven Leicester, boven West Ham. Burnley werd 7e van de Premier League. Die gaan volgend jaar Europa League spelen. 7e voor Burnley is bizar. Dat gaan ze nooit meer halen in hun hele carrière, leven, clubgeschiedenis. Maar goed, 12e is wel meteen een groot verschil. Ze hebben niet heel veel transfers gedaan. Ze hebben wel Joe Hart gehaald. Redelijk. En voor Burnley is 12e gewoon nog steeds een prima seizoen. Dat is even belangrijk om te bedenken. Burnley als 12e zijnde zijn ze gewoon blij. En dan plek 11. Op plek 11 staat voor mij Watford. En Watford is gewoon een heel steady team. Het is gewoon een heel goed team. 2-0 gewonnen van Brighton. En voor Watford was de transferperiode best wel succesvol. Ze hebben weinig gekocht, maar ze hebben ook weinig verkocht. En ze hadden al gewoon een goed team. En eigenlijk het belangrijkste, Roberto Pereira is gebleven. 2 goals, allebei de goals tegen Brighton gescoord. Watford gewoon steady. 11e, prima. En dan komen we aan bij het linker rijtje. En dit zijn toch de ploegen waarvoor je het doet, hè? De top 10 ploegen van de Premier League. En op 10 beginnen we met een club normaal gesproken altijd bij de betere teams zit, maar eigenlijk nooit ook echt iets presteert. Het is een team wat wel heel veel aankopen heeft gedaan en daarom waarschijnlijk ook een goed seizoen gaat hebben. We hebben het hier over West Ham United. Ze hebben een paar aankopen gedaan. Ze hebben Jack Wilshere gehaald, prima. Philippe Andersen, ook goed. Wat hebben ze nog meer? Fabianski, de keeper. Ze verliezen ook weer 4-0 van Liverpool de eerste ronde. Tuurlijk, het is nieuw. De eerste wedstrijd. Altijd lastig tegen Liverpool. Ook een ongelooflijk goed team. Watford. Ik vind het toch een hele lastige ploeg om in te schatten. Ik heb ze op 10e staan. Heel gemiddeld. Wel prima eigenlijk, maar ook weer niet meer dan dat. Dan plek 9. Nog steeds een beetje het team waar iedereen wel een bijzonder gevoel bij heeft. Leicester City. Inmiddels 2 seizoenen geleden dat ze kampioen werden. Leicester City, ja, nog steeds een bizar verhaal eigenlijk. Maar goed, toch een beetje de ster van Leicester. Riyad Mahrez is weggegaan naar City toe. Dat is toch wel een flinke adellating. Ja, ik gooi zomaar even het woord adellating hier op tafel. Riyad Mahrez weg, ja. Verder hebben ze niet zo heel veel bijzonders. Ze hebben 2-1 verloren van United. Dat kan. 2-1 tegen United is op zich niet heel slecht. Vorig jaar waren ze ook al 9e. Riyad 9e voor Leicester. Ja, niet, dat is gewoon steady. Ja, niet meer dan dat. Leicester gewoon een heel normaal seizoen weer. Dan plek 8 en plek 7. En plek 8 is eigenlijk een ploeg die niet heel erg verwacht wordt in de top 10, denk ik. Ook weer wel, want zij zijn altijd gewoon prima. Ze zijn altijd goed. We hebben het hier over Crystal Palace. Die winnen altijd van die kutclubs. Die winnen ook weer 2-0 van Fulham de eerste ronde. Dat soort ploegen gaan ze gewoon verslaan. Crystal Palace zal niet zo snel winnen van een Liverpool of van een City of wat dan ook. Maar tegen die kutclubs verliezen ze bijna nooit. En verreweg de grootste prestatie van Crystal Palace is dat ze dit jaar Zaha hebben gehouden. Die gozer is niet normaal goed. Ook tegen Fulham was hij weer zo bizar, goaltje meegepakt. Maar ook gewoon het hele spel was weer fantastisch. Die Zaha is ongelooflijk goed. Die kan eigenlijk voor elke club een versterking zijn, denk ik. En die hebben ze gewoon kunnen houden. Dat is ongelooflijk lekker voor ze. Zaha, topspeler. Plek 8 voor Crystal Palace, aan de hoge kant. Maar goed, het kan zomaar. Dan plek 7. Eigenlijk de club die elk jaar zo rond die 7e, 8e plek eindigt. Een club die eigenlijk misschien wel de best of the rest genoemd kan worden. In Engeland heb je gewoon de top 6. En de top 6 is redelijk standaard. Die wisselt wel onderling nog wat. Maar de top 6 staat redelijk vast. En vlak daarna komt deze ploeg. We hebben het natuurlijk over Everton. En Everton heeft dit jaar transfers gedaan, jongen. Oh my god. Transfers van Everton. Het gaat helemaal nergens over. Ik pak hem nu weer even bij. Het telefoontje. We gaan eens even kijken. Everton heeft gekocht de volgende spelers. Lucas Digne. Gewoon de linksback van Barcelona. Jerry Mina. Centrale verdediger van Barcelona. En van Colombia. Die volgens mij 35 goals heeft gemaakt afgelopen WK. Ze hebben André Gomes gekocht. Speler van Barcelona. Verder hebben ze Kurt Zuma gehuurd. Ze hebben Bernard, die Braziliaan. Die op FIFA altijd lekker veel pace heeft. En dan komt nog Richarlison. En Richarlison was een beetje voor mij onbekende naam. Maar goed, in die eerste wedstrijd tegen Wolves dus, 2-2. Scoorde hij gewoon 2 keer. Die gozer is niet normaal.
En die eerste wedstrijd tegen Wolves trouwens 2-2 speelde eigenlijk nog geen enkele aankoop van ze. Richarlison speelde dus wel, maar verder al die spelers. Mina speelde niet, André Gomes niet, Digne speelde niet. Als hij zo meteen een beetje gaan spelen, als hij een beetje fit wordt, als hij een beetje in het systeem gaan passen, doet Everton gewoon weer volop mee. Zevende, kan zelfs hoger worden. Maar Everton is toch wel weer gewoon een subtopgarantie. En dan het moment, de top 6 van de Premier League 2018-2019. Dit is eigenlijk gewoon een beetje waar het om gaat. De top 6, elk jaar ongeveer dezelfde clubs, maar dan onderling een beetje wisselend. En ik ga nu mijn voorspelling doen. En daar gaan mensen, heel veel mensen, niet blij mee zijn. Want ik heb nogal wat bijzondere voorspellingen gedaan. Op 6 beginnen we met een ploeg waar ik zo niks mee heb. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik vind ze ook gewoon niet goed. Ik vind het geen leuke ploeg. Ik heb er een pukkenporenshekel aan. Maar dat maakt allemaal niet uit voor deze voorspelling. Ik heb deze voorspelling puur rationeel en neutraal gemaakt. Op nummer 6 komt Manchester United. En die gasten spelen zo saai voetbal. Oh my god. United 2-1 gewonnen van Leicester de eerste speeldag. Dat is op zich goed. Dat is echt serieus prima. Maar ook die transfers, ik snap er niks van. Heeft één speler gehaald die echt goed was, namelijk Fred. Fred vind ik eigenlijk ook niet echt heel goed. Maar even zonder grappen, United heeft gewoon niet veel gedaan. Die hebben één speler gekocht, eigenlijk niks verkocht. Ja, die hebben gewoon weer een kutseizoen, denk ik. En dan plek 5. Plek 5 is een club, ben ik ook niet ongelooflijk fan van. Ik vind het wel een leuke meme gewoon. Ik vind de club een beetje een meme. Plek 5, we hebben het over de volgende club. Een plekje lager dan waar ze normaal eigenlijk eindigen. We hebben het over Arsenal. En Arsenal gaat een beetje een nieuw tijdperk in. Arsène Wenger is weg. Unai Emery is ervoor teruggekomen. Nieuwe trainer na volgens mij 538 jaar. Dus dat is al een groot verschil. Daarnaast hebben ze Sokratis gekocht. Bernd Leno, Torreira, Lichtsteiner. Ze hebben echt gewoon een best wel stevige transferperiode gehad. Met 4 hele goede aankopen. Maar goed, wel weer de eerste dag 2-0 verloren. Maar Arsenal had de afgelopen jaren ook goede teams en eindigde altijd laag. Dus ik ga Arsenal gewoon weer 5e zetten. Niet omdat ik Arsenal haat of zo, maar gewoon omdat ik denk, ja, op de een of andere manier komt het er bij Arsenal nooit helemaal uit. En dan plek 4. De ploeg die 0,0 transfers heeft gedaan. We hebben het over Spurs. En Spurs heeft dus inderdaad, zoals ik zei, 0 spelers gekocht, 0 spelers verkocht. Dat is voor mij de eerste keer in de geschiedenis van het hele voetbal ooit. Dus dat is toch wel een beetje een dingetje. Aan de ene kant is het een mooi signaal. Je zegt tegen je spelers, we hebben vertrouwen in jullie, we hebben niemand meer nodig. Jullie kunnen het met de groep die we nu zijn. Aan de andere kant kan je denken, ja, vorig jaar werd je derde. En op het moment alle andere clubs dus nu gaan investeren en spelers kopen, word je nu gewoon 4e. Dat is een beetje mijn gedachtegang geweest. Ik vind Spurs op zich een goed team, nog steeds wel leuk. Maar ja, weet je, ook gewoon Champions League weer. En die moeten toch weer veel gaan spelen. Die hebben geen transfers gedaan, geen verse krachten. Je kan gewoon niet geen transfers doen, dat kan niet meer. Dan gaan we door naar de top 3. De top 3. Ja, ik heb... ik vind het lastig uit te leggen. Ik heb een gok gedaan op plek 3. Voor een ploeg die denk ik heel veel mensen als kampioen zien. Op plek 3 heb ik de ploeg gezet die, als ze ook maar iets minder zijn dan vorig jaar, nog steeds kampioen wordt. We hebben het over Manchester City. En Manchester City had vorig jaar een bizar seizoen. Die hebben 100 punten gehaald. 100. Dat is 19 punten meer dan de nummer 2 had. Zoals ik zei, als City dus een stuk minder is dan vorig jaar, zijn ze nog steeds kampioen. Maar goed, op de een of andere manier, in Premier League geschiedenis komt het bijna nooit voor dat een ploeg 2 keer achter elkaar kampioen wordt. Dus ik denk ook niet dat City dit jaar kampioen wordt. Heb ik nog getwijfeld, plek 2 of 3. Ik heb ze toch naar 3 gebracht. Ik weet eigenlijk niet waarom. En dan plek 1 en 2. We hebben nog 2 ploegen over. Liverpool en natuurlijk mijn ploeg Chelsea. En ik heb serieus, ik vind het lastig te zeggen. Ik heb voor deze voorspelling een gok gedaan. En die gok is meer met het hart dan met het verstand. Dat moet ik bij deze toegeven. Ik heb een gok gedaan waar ik nu ik er zo op terugkijk, niet meer helemaal achter sta. Maar ik ga hem er toch gewoon ingooien. Ik ga er helemaal voor. Ik blijf vertrouwen houden. Op plek 2 hebben we staan Liverpool. En de oplettende kijkers hebben in de gaten dat ik denk dat Chelsea kampioen wordt. Daar kom ik zo op terug. We gaan eerst even door op Liverpool. Liverpool is voor mij een fucking goed team dit jaar. Eigenlijk denk ik dat Liverpool nog een stuk beter is dan vorig jaar. Terwijl ze vorig jaar natuurlijk de Champions League finale haalden. Weet je? De Champions League finale is gewoon eigenlijk beter dan kampioen worden in de Premier League normaal gesproken. Eigenlijk hun zwakste plek als de keeper hebben ze nu Alisson voor gehaald. Topkeeper. Ze hebben Nabil Keita gehaald. Wereldspeler. Shaqiri gehaald. Goede speler voor in de breedte. Liverpool heeft gewoon weer een ongelooflijk goed team. Met veel spelers die nu een Champions League finale ervaring erbij hebben. Waar ze ook beter van worden. Dus Liverpool is gewoon een topteam. Tweede, dus boven City. Wereldprestatie. Maar goed, er is één team. Dat team heeft, wat mij betreft, zo'n ongelooflijk gebalanceerd team dit jaar. En je moet een beetje vertrouwen houden. Je moet, als fan, ik ben natuurlijk een diehard supporter. Ik ben gewoon een diehard fan. En dan ben je soms niet helemaal rationeel of niet helemaal neutraal in je voorspellingen. Maar toch vind ik ook wel het vertrouwen in een club, vind ik ook wel iets moois. En dus zeg ik Chelsea, kampioen, 2018-2019. Nieuwe trainer, Sarri bal de Premier League in. 4-3-3, hoge pressing, Jorginho erbij en Kante. Het beste verdedigende blok van de wereld, wat mij betreft, Jorginho en Kante. Kovacic erbij,
Het is gewoon een topteam. Hazard weet het te behouden, dat is natuurlijk bizar. Hazard ging 100% weg. Die ging naar Real Madrid toe. Of waar, maakt niet uit waar naartoe. Of PSG. Hazard wat mij betreft naar Messi en Ronaldo, de beste speler van de wereld. Het enige kleine probleem is natuurlijk nog de spits. Ze hebben nog steeds Morata als eerste spits. Ben ik niet helemaal overtuigd van Morata. Ja, hij probeert het wel, maar ik vind hem niet goed genoeg eigenlijk voor Chelsea. Maar Chelsea, kampioen, ik heb er gewoon vertrouwen in. Eerste wedstrijd, 3-0 gewonnen tegen Huddersfield. Zegt niet veel, maar was wel weer gewoon prima. Bedankt voor het kijken, mensen. Als jullie zelf nog ideeën hebben over de Premier League, laat het even achter in de comments. Laat het even weten. Maak een heel lijstje en doe daar jouw volledige voorspelling. Je kan ook hier klikken. Hier kan je klikken. Dan zie je een i'tje staan. Dan kan je een paar polletjes invullen. Is leuk. Is gewoon leuk. Kan je doen. Doe lekker vooral. Tot de volgende video, mensen. Ik zie jullie snel weer. Of niet, dat zijn jullie van me gewend. Laat me subscribe, reageer. En ciao.